Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 78 alweer hier in België. Heb jij de vorige aflevering in Hongarije gemist? Dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje. Klik daarop en dan zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like het als jij hem leuk vond, dislike me als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van België. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Ik verwacht hier gewoon door te kunnen komen naar Q2. Het kan zijn dat er regen gaat plaatsvinden. Ook in de wedstrijd valt er sowieso regen. Maar tijdens de kwalificatie is de vraag wanneer gaat die bui dan komen. Komt die aan het einde van Q1 of in het begin van Q3? Dus dat is afwachten. Maar eerst Q1 gewoon zien te voltooien. En dan door naar Q2 en dan door naar Q3. We hebben daar wat last van Nobuharu Matsushita die daar ons wat ophoudt. Maar we zetten een P2 neer op een tiende van Lando Norris. En ik doe dit eventjes expres om te laten zien dat ik hier niet van gediend ben. Wat Matsushita daar doet. En dit is gewoon even pesten. Gewoon Matsushita het leven zuur maken. Waarom? Ja, omdat het kan. Zo, hij heeft ook een voorvleugel beschadigd. Dus dat is extra pijnlijk voor hem. Q2 dan. Bewolkt. Ik dacht de regen zou gaan komen. Maar het is dus alleen maar bewolking. Wat een aanleiding geeft dat het dus gaat regenen. Misschien sowieso. Of zometeen. Droog weerbanden tot nu toe. De snelste. En wij dus naar een P9. Omdat de rest allemaal hun tijd heeft laten noteren. Want wij hadden een fout van een motoronderdeel. Daardoor konden wij pas heel laat naar buiten. Dan zijn we aanbeland bij het einde van onze ronde. Lando Norris een 1.39.9. En op de lens vallen al wat druppels. Ook op de halo valt regen. Dus dat geeft een aanleiding dat het zometeen dus gaat regenen en dat we gewoon op tijd naar buiten zijn gegaan. En we zetten een 1.41.1 neer, een P4 en Q3 verloopt gewoon zeik en zeiknat op de full wets naar buiten. En kijken wat deze run gaat opbrengen. Ik hoop toch wel een P3. Iets te wijd hier bij die eerste bocht. Daar verliezen we al een paar tienden. Dan neem ik de run naar Eau Rouge wat korter dan normaal. Zijn we daar net niet die auto kwijt op Radion. Dan komen we aan bij de busstopchicane. Schieten we hier wat door. Dat komt vanwege de gladheid. En moeten we deze laatste bocht helaas afsnijden. De tractie is er niet. En we komen tot een P6 op 3/10 van Charles Leclerc. Dus er is nog werk aan de winkel. We hadden daar een klein momentje bij Blanchimont. En dan hopelijk dat dit dan misschien toch die run wordt. Ik heb hem dus nu op 2 sets intus gedaan. Op 2 sets full wets gedaan. De regen gaat verminderen, maar het duurt nog even een tijdje voordat de baan opdroogt, zegt Jeff. Dus we blijven gewoon op de full wets rijden en gaan dus niet naar de intermediates. Nog 1 minuut en 25 seconden ongeveer op de klok. Dit keer nemen wij Eau Rouge en Blanchimont wel goed. We zetten paars in sector 1 neer, paars in sector 2. De vlag hangt over 2 seconden uit. En dan is het hier gewoon rustig blijven. Dit keer hebben we wel tractie naar start-finish.
Lando naar pole, maar dat pakken wij dus af. Want wij pakken de pole position hier in België. Heel goed gedaan dit. Albon naar 2, Leclerc naar 3, Norris teleurstellend naar P5, Russell knap naar P6, Verstappen en Hamilton stellen teleur en Magnussen naar P8 in een Alfa Tauri. Dat doet hij goed. Norris op 1 set wets gedaan, wij dus op 2 sets. Dus dat is goed om te zien. Nou, daar gaan we dan voor de grote prijs van België voor carrière aflevering 78. We starten van pole position. Het regent de hele wedstrijd. Dus dat belooft alleen maar spektakel. Daar gaan we dan. We're in Belgium once again for today's round of the Formula One World Championship. It's a race the great Ayrton Senna won 6 times. And in 2019, Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps then, a 4.35-mile tour of the Ardennes countryside with 9 right corners and 10 left corners, giving us a grand total of 19. Average lap speeds in the dry can reach about 145 miles per hour, but without a significant improvement in these conditions, we won't be seeing anything like that today. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. I want to ask you about Yokohama Matsushita. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position and Alexander Albon lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Vettel, Lando Norris and Russell, Verstappen, Magnussen, Hamilton and Pierre Gasly, Perez, Stroll, Louis Delatraz and Sainz, Ocon, Giovinazzi, Nicholas Latifi and Nick De Vries. Kvyat, they've taken a grid penalty. Ireland, Grosjean and Nobuharu Matsushita. Which of these talented drivers will come out on top today? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen in deze regenrace. Intermediates is de strategie. We nemen extra fuel mee om misschien wel te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 78 hier in België. We starten vanaf pole position. Albon naar P2, Leclerc naar P3. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed van onze startplek. Iedereen komt wat slechter weg dan normaal. Dat is vanwege die regen. Albon kijkt er al gelijk naar de buitenkant. Maar dat lukt niet, want wij knijpen hem. Sorry, wij gooien de deur daar gewoon dicht. We knijpen Albon niet af, want het is gewoon veel te gevaarlijk in deze regen. Dan naar Eau Rouge en Blanchimont toe. En ik zie gewoon aan de pijl dat Albon een betere topsnelheid heeft. Zit daar in mijn slipstream, kijkt naar de buitenkant, maar wij duwen hem daar wijd. Raken Albon, raken ook Sebastian Vettel. En Albon verliest posities. Safety car is uitgeroepen in de openingsronde van de wedstrijd. Dat komt denk ik vanwege de brokstukken die er op de baan liggen, want niemand is er uitgevallen. En al in ronde nummer 1 is het al raak. De safety car op de baan, Vettel moet naar binnen voor een nieuwe neus, die gaat daar pijn van krijgen. En Albon is helemaal achteraan. Vettel gaat dus nu de pitstraat in. Dat betekent dat Lando Norris naar P2 is. Verstappen naar P3, Leclerc naar 4, Russell knap naar 5. En Albon komt ook naar binnen volgens mij. De safety car wacht. Hier ook. Daar heb je hem. En Bernd Mailänder. Iets van de IRS hebben een probleem mee. Ja, Bernd Mailänder mag dus nu het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. En in ronde nummer 1/2 hebben we een safety car. Al vroeg dus.
De lampen gaan hier dus uit. En wij mogen het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. We doen het lekker rustig aan. En Norris mag niet aanvallen. Verstappen naar P3, Leclerc naar 4, Russell knap naar P5. We moeten de banden gewoon op temperatuur zien te houden, want ja, met dit regenachtige weer worden de banden zo koud. En als ze koud zijn, dan hebben wij geen tractie. En geen tractie betekent einde oefening. Dus we zitten een beetje te klooien met de banden. En de remmen natuurlijk. Safety car is de pitlane in. En we doen het lekker rustig aan. Alleen maar om die banden gewoon op temperatuur zien te krijgen. Norris kijkt. En wacht. Tot aan de vlag mogen wij het tempo gaan bepalen. En nu gaan we op ons gas. En Norris is wakker gebleven. Het is weer groen, groen, groen. We gaan weer racen, racen, racen. En Norris kijkt al gelijk naar mijn buitenkant. Maar dat lukt niet. We pakken daar een curbstone mee. Norris kan hier misschien wel voor een goede uitgangspositie zitten. Zit er hier heel dicht op. En kan misschien zo meteen op Camel Street mij gaan aanvallen voor de leiding in de wedstrijd. Heeft ook zijn overtakeknop aanstaan. En wij verdedigen die binnenkant. Norris via de buitenkant. Verstappen kan niet mee. En we remmen wat later dan de Brit. En nog steeds P1 is van ons. Mooi om te zien. In ronde nummer 4 alweer. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Een ronde later. En Norris is afgezakt. Want die heeft een probleem. Lando Norris heeft een probleem aan zijn auto. En het is daar geel. Omdat daar iemand langzaam rijdt. Dat is volgens mij een haas. Nee, dat is een Alfa Tauri van Kevin Magnussen. Die daar is stilgevallen en de virtual safety car is op de baan. Ja, geroepen, gekomen, geroepen dus. We moeten nu een delta gaan zien aan te houden dat positief is. En ik denk dat die VSC zo meteen weer eindigt. Norris heeft dus een probleem, ik weet niet waarvan. Maar dat betekent dat hij dus langzamer rijdt dan normaal. Daarom is dat gat ook heel groot naar Lando Norris. We mogen weer racen, racen, racen. En gaan alweer ronde nummer 6 in. Ongelooflijk hard. Wel fijn is dat onze auto gewoon heel goed is. Waardoor Lando Norris Max Verstappen kan ophouden. En dat is alleen maar goed. We zitten een ronde later in de wedstrijd in ronde nummer 7. En dat gat naar Lando Norris is inmiddels opgelopen tot 8,4 seconden. En we zetten de snelste race van de neer met een 1.55.794. We doen het gewoon lekker rustig aan in deze natte wedstrijd op Paris-Roubaix. Is 8.7 seconds. They're on fresh inters. Their tires are 7 laps old. We think they've got one more stop. They have some kind of mechanical problem. The time last lap was a 1 minute 57.8. 1.57.8. Dat is gewoon bijna 2 seconden langzamer dan dat wij hebben gedaan. Dat komt vanwege Lando Norris zijn probleem. We zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Als dat gat is opgelopen naar 12,2 seconden. Groen in sector 1, paars in sector 2. De regen is niet aan het verdwijnen. En we zetten weer de snelste race ronde neer met een 1.55.2. Duikt Norris naar binnen. Nee, Lando Norris rijdt gewoon nog even door. In ronde nummer 10. Eau Rouge en Blanchimont nemen wij goed. En dan is er nu de vraag. Gaan wij eerder naar binnen dan Lando? Of komt Lando als eerste naar binnen? Einde ronde nummer 12. Begin ronde nummer 13. En we zetten de snelste race ronde neer met een 1,
54.3. De pitwindow is ook nu open. Het gat naar Lando Norris is 18,5 seconden. Wat natuurlijk extreem groot is. Allemaal te danken aan het probleem van Lando zijn auto. En Norris gaat als eerste naar binnen. Gaat misschien een undercut proberen op ons. Verstappen, Leclerc en George Russell zijn ook naar binnen voor een laatste pitstop. En wij gaan dus na deze ronde dus naar binnen in ronde nummer 14 van de wedstrijd. Norris, gewoon weer terug naar P2. Het gat is 37,6 seconden. En dan gaan we gewoon naar de intermediate. En we hebben gewoon een extreme grote voorsprong op Lando Norris. Wat alleen maar goed is. Wat wordt onze pitstoptijd? 3 seconden. Een normale pitstoptijd. Mooi dus. Geen snelle helaas. Maar goed, dat is ook niet nodig. Want we komen gewoon weer voor Lando Norris de baan op. Dat gat is 34 seconden. Meer dan een minuut voorsprong. We moeten wel even wennen aan de nieuwe banden. Want we hadden daar een momentje op Eau Rouge en Radeon. These conditions don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. It's hard to say if inters or wet. 20 minuten hevige regen. Het is lastig te zeggen of intermediates of full wets de beste zijn voor dit moment. En ik ben ook bang dat het voor de hele wedstrijd gaat worden, want we zitten alweer in ronde nummer 19. You're leading the pack. Nog 3 rondes te gaan. Weer een momentje op Eau Rouge. En dat gat naar Lando Norris is gekrompen. En dat is nu 17,4 seconden. Vond jij deze video nou leuk? Beloon het dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 en F1 2021 content. Schakel ook lekker het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. We gaan inmiddels de laatste ronde in van België. Het gat naar Lando Norris is weer gekrompen. Dat is nu 14,1 seconden. Ik denk dat Lando Norris een probleem erop zit. En wij gaan nog even voor dat verbeteren van de snelste raceronde. Want dat staat nog steeds op ons naam met een 1.53.7. Alles van de motor ziet er nog goed uit. Rood in sector 1, 14e langzamer. Maar dat is geen probleem. Daar komen wij dan aan bij het zwart-wit geblokte vlag. Wij winnen dus de grote prijs van België. Norris toch nog knap naar P2. En dan gaan ze opmaken voor de grote prijs van Italië. Well, that might not have been the finest race in history, but there's no question it was a critical win. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, keeping their tyre temperatures up in the tricky wet conditions was really important. There's not much grip out there at the best of times, and it's 10 times worse if you're out there on cold tyres. So the way they kept the rubber in its proper operating window was a huge advantage today. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium.
Hierbij dan dus de uitslag. 35e wedstrijd van België. Norris knapt naar P2. Pakt dat snelste racerondepunt van ons af. Verstappen naar P3. En Lando Norris krijgt driver of the day. Dat is goed. Twee uitvallers, Magnussen en Matsushita. 111 punten verschil naar Lando Norris. Dat is goed om te zien. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. En 205 punten verschil naar Mercedes. And we're making good profit against our running costs. Dus ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat beide kampioenschappen al binnen zijn. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Heb jij genoten? Beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Dislike de video dan en vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 en binnenkort ook F1 2021 Career Mode content. Ram ook gelijk op dat belletje. Zet hem dus aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Italië.